Maar het tofste wat ik zou vinden eigenlijk is als er iemand naar mij toe kwam en die zei, kijk Dimitri, hier zijn 10 van mijn skateboards, maak dan een keer een gitaar van voor mij. Ik weet hoe mijn skateboards waren, die lagen hier op de zolder en ik had zoiets van, ik wil die niet wegdoen. Je hebt daar zoveel uren op gespendeerd op die skateboards, je wilt die niet weggooien, je wilt daar iets creatiefs of iets symbols eigenlijk mee doen. Ik wist in de tijd zelf niet wat ik met die van mij moest doen. Ik had er een stuk of 13 op de zolder liggen. Totdat ik dan dat idee kreeg van, kijk, ik ga een skateboardgitaar maken. En dan heb ik die allemaal in latjes gezaagd en allemaal op elkaar geplakt en zo een skateboard gemaakt. Ik ken skaters die ook gitaar spelen en die mij al aangesproken hebben. Maar, Dimitri, ik heb hier ook nog een hele hoop liggen. En, ik wil er misschien zelf ook een gitaar van maken. En dat is hetgeen wat ik graag zou doen eigenlijk. Nu heb ik een hele hoop skateboards die van God weet wie komen. Wat plezant zou ik vinden, als er inderdaad iemand met zijn deks naar mij komt en zegt van, maak me nu eens een gitaar van hetgeen wat ik eigenlijk opgeskate heb. Dan maak je eigenlijk van iets wat sentimentele waarde, maak iets waar die mensen eigenlijk nog jaren en jaren plezier van kan hebben. Iets wat niet op de zolder ligt te verstoffen, maar iets wat eigenlijk effectief gebruikt kan worden. Dat is plezant. Dat lijkt mij het plezant. Allee, vind ik het plezantste eigenlijk.